Er inmiddels nummer 1585 met een uitzending voor vandaag, 25 maart 2019. Dit is het bulletin van maandag. Vandaag een deel over repeatertechniek en daarnaast weer een aflevering, ik dacht deel 6 uit de serie Spionageverhalen. Die gaat met name over dubbelspionnen. In de data vandaag een bijzondere en mooie kleurenfoto van het zendschip de Mebo 2 in MFSK 128 bij 1500 hertz. MFSK 128 bij 1500 hertz. Hij zou weer automatisch moeten schakelen. Daarnaast probeer ik in het tweede plaatje, en dat is bijzonder, een schema uit te zenden. Een heel gedetailleerd schema, dus het zal wel even duren. Het zou kunnen dat ik daardoor zelfs iets te laat moet beginnen, maar dat zien we dan wel. Het is het schema van de QRM-eliminator. Waarschijnlijk zelfs het schema van de eliminator die ik zelf heb. Ik weet dus niet helemaal zeker of het versturen daarvan lukt. Maar zo te zien gaat dat inderdaad hartstikke goed. Ik denk dat het eigenlijk wel lukt. Nou, we gaan beginnen. Deel 13 van de serie over repeatertechniek. En ik zou het vandaag hebben over lineaire transponders. Dat is wel een mooi fenomeen, die lineaire transponders. Ik moet het dus uit mijn hoofd doen. Hè? Ik heb het niet van tevoren gescript zoals ik altijd doe. Maar eigenlijk zijn lineaire transponders wel een beetje mijn favoriete repeaters. Want het aardige ervan is dat alle modulatiesoorten er doorheen gaan. Dus je kunt D-Star erop zetten of Morse-telegrafie, FT8, het maakt allemaal niet uit. FM, deze was amateurtelevisie als het heel smal is. Het wordt allemaal gerelieerd door een lineaire transponder. Dus dat is het aardige eraan. Ja, mijn stem doet het nog niet helemaal goed, dus die zal af en toe wel overslaan. Maar in ieder geval, lineaire transponders die worden meest gebruikt in satellieten. Hoewel er tegenwoordig ook wel vaak FM-transponders in zitten, maar daar zijn ze toch wel het meest bekend van. Maar op de grond zijn ze ook. Er zijn in Nederland, ik meen dat er 1 vergunning is uitgegeven, maar er zijn in het verleden meerdere geweest. Toen ik net met de hobby begon, toen stond er een hele belangrijke in Oosterbeek. Die relieerde van 70 en 23 centimeter naar 2 meter toe. Had een centrale frequentie destijds op 145,450. Daar stond ook een baken op te zenden met de kol. En daaromheen was een hele grote ruisbult die bij mij bijzonder sterk was. Ook op een antenne binnen. En dat is toch wel een redelijk afstand. Dus dat was een formidabel apparaat. Ik hoorde ook altijd een radarzoomtoontje daaroverheen komen. Ik weet niet meer welke radar dat was. Ja, het is bij lineaire transponders wel gebruikelijk om je eigen signaal mee te luisteren. In elk geval op het moment dat je aan het testen bent. En daarom is het ook het handigste dat hij tussen 2 banden relieert en niet met een shift op 1 band, want dan gaat het wat minder makkelijk. Dat meeluisteren is met name op satellieten wel belangrijk, omdat je daar te maken hebt met dopplerverschuiving. En dan weet je in ieder geval op welke frequentie dat je zit en ook waarop je tegenstation retour kan komen. Ik moet eerst even vertellen hoe een lineaire transponder precies werkt. In feite is het gewoon een converter. Als je weet hoe een converter werkt die je voor een ontvanger zet om een andere band te ontvangen. Nou, dat is in feite wat er gebeurt. Er wordt dus bij een lineaire transponder wordt het frequentiespectrum wat op de ene band ontvangen wordt, een stukje van het spectrum, dat wordt op de andere doorgerelieerd. Dus er zit altijd wel een filter in, zodat hij maar 20 of 30 kHz breed is of soms smaller. Maar in ieder geval dat hij niet een heel bandsegment omzet. Maar het is dus zo dat er dus integraal dat hele stuk van de band wordt omgezet. En je kunt in zo'n gebiedje ook een eigen bandplan instellen. Zeggen van nou, de CW die willen we alleen maar onderin hebben. En er is een speciale bovenin enzovoort. Dus dat is ook al wat vaak gebeurt, dat toch een beetje gereguleerd wordt. Ze hebben wel een beetje een complicatie. Dat is namelijk met name bij satellieten was dat altijd het geval. Als je een te sterk signaal van beneden naar boven stuurt, dan treedt de AGC in werking. En dan is het ding voor enige tijd ongevoelig voor de andere gebruikers. Dus bij sommige satellieten was dat best lang als hij 1 keer dichtgeblazen was. Dus dat is vervelend. Tegenwoordig zie je ook dat de transponders met SDR-techniek opkomen. En zijn in staat om een stukje van het spectrum te verzwakken en de rest gewoon onverzwakt door te geven. Dus dan is het zo dat iemand die te veel signaal maakt niet meer de totale bandbreedte van de hele transponder plat legt, zeg maar. Deel 6 van de serie Spionageverhalen. Na het afsluiten van de geschiedenis van George Blake zijn we verder gegaan naar de geschiedenis van Christiaan Lindemans, beter bekend als King Kong. Inderdaad, ook een dubbel spion met een Nederlandse achtergrond. Lindemans, die zich voordeed als de Belgische militaire inlichtingenofficier Freddy de Smet, was in werkelijkheid net als George Blake in Rotterdam geboren.
Lindemans werkte voor de geallieerden en stond daar bekend om zijn heldhaftigheid, met name tijdens de guerrillaoorlog rond de verovering van de buitenwijken van Antwerpen, waar hij minstens 27 Duitse soldaten doodschoot. Lindemans kende het woord angst niet en stond bekend als een risktaker. Helaas kende hij klaarblijkelijk ook de betekenis van het woord trouw niet. Voor de oorlog werkte Lindemans samen met zijn broer Jan als monteur in de garage van hun vader in Rotterdam. In de zomer van 1936 raakte hij bij een motorongeluk gewond, waarbij hij een schedelfractuur opliep, een misvormde hand en verwondingen aan zijn linkerarm en been, waardoor hij liep met de logge primaatachtige gang, door sommigen beschreven als een lichte mankheid. En zwaar gebouwd kreeg hij daardoor de bijnaam King Kong, een naam die hij oorspronkelijk kreeg van zijn roeitrainer. Lindemans die sprak goed Frans en Duits en enig Engels. Volgens eigen zeggen begon Lindemans zijn inlichtingenwerk als informant voor de Britse Secret Service sinds het voorjaar van 1940. Hij gaf daarbij de scheepsbewegingen door aan Londen. In hetzelfde jaar vond hij werk als vrachtwagenchauffeur op de route van Lyon naar Parijs, waar hij brandstof vervoerde voor de Duitse Luftwaffe. Frankrijk was inmiddels bezet inderdaad. In de tijd dat hij in Lille woonde raakte hij ook in 1940 door zijn vriendin, met wie hij later trouwde, betrokken bij het Franse verzet. Rond 1942 runde Lindemans zijn eigen ontsnappingsroute in Abbeville. Na 2 maanden werd hij echter gearresteerd nadat hij door een kennis Colette was verraden. Hij kreeg van de Duitsers daarvoor 5 maanden gevangenisstraf, wat voor die periode heel weinig leek. Hij was van zijn organisatie ook de enige die gestraft werd. In 1943 was zijn populariteit op een hoogtepunt. Hij was een van de leiders van het Nederlandse verzet. Lindemans was in die tijd begonnen om juwelen en andere kostbaarheden in te zamelen van rijke dames om de ondergrondse ontsnappingsroute door bezet Nederland en België naar Spanje en Portugal te kunnen blijven financieren. Lindemans was daarbij de contactpersoon tussen de verschillende onderdelen van het verzet. Daaronder waren onderdelen die zich met onderduikers bezighielden, anderen met sabotage en ook het verzet had een vorm van inlichtingorganisatie. Lindemans was daarnaast lid van een erkend ondergronds Vlaams verzetsleger, genaamd Les Affranchis. Vrij vertaald betekent dat degene die bevrijd zijn. Hierdoor beschikte hij ook over een machinegeweer en een revolver. Ergens in 1944 werd zijn jongere broer Henk door de Sicherheitspolizei gearresteerd in Rotterdam en gevangen gehouden in Den Haag in afwachting van zijn executie voor het helpen van Engelsen om uit Nederland te ontsnappen. Op de 24e van dezelfde maand werd Lindemans vrouw Gilbert Letoupe, een Franse cabaretzangeres die werkte voor het Franse verzet, gearresteerd. Zij was toen 3 maanden zwanger van hun tweede kind. Hoofd van het ontsnappingsnetwerk was Fik Zwane, die op hetzelfde moment werd gearresteerd. Zwane werd gedeporteerd naar Buchenwald, waar hij op 12 oktober van het jaar kwam te overlijden. Lindemans vrouw, een lid van Zwanes organisatie, dus werd gearresteerd in Hotel Montoulon in het 9e arrondissement van Parijs. Ze opereerde bij het verzet onder de alias Anna van Vredenburg of Yvonne. De arrestatie werd uitgevoerd door 2 leden van de Gestapo, bijgestaan door 4 zwaar bewapende Duitse soldaten. Ze doorzochten haar tas en haar kamer en vonden 3 ID-kaarten, een aantal commandantenhandtekeningen, een pas en een aantal Duitse werkvergunningen, allemaal de dag ervoor gestolen. Naast deze gevonden voorwerpen waren er nog eens 3 revolvers en een doos munitie, allemaal om te worden overgedragen aan een Franse verzetsbeweging in Bordeaux. Dat was waar Lindemans ten tijde van de arrestatie van zijn vrouw ook was. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl.
En microfoon naar de toer.